welkom Almelo en Wassen eens. Zoals jullie weten doen we vaak met de groep Almelo en Wassen eens, oftewel met het hele platform, bijzondere dingen. En deze week, of in ieder geval vandaag, doen we eigenlijk best wel iets heel bijzonders. Ik ben vandaag bij Kirsten Rosema, een Almeloze schrijfster. Hallo allemaal. Ze heeft ontzettend veel boeken geschreven, een stuk of 40 geloof ik. Ja, ongeveer. Ongeveer 40 boeken. En je hebt een compleet nieuw boek over Almelo, of in ieder geval een roman die zich afspeelt in Almelo, zo zeg ik het geloof ik juist. Ja, dat klopt. Ik laat hem even zien aan de mensen dat ze weten waar het over gaat. Kirsten Rosema, Zo anders. En ik ben hier vandaag bij je om het over dit boek te hebben. Ja. Waar gaat dit boek zo over? Zo anders gaat eigenlijk over twee zussen die, ja, zoals de titel al zegt, zo anders zijn van elkaar dan dat je zou verwachten. De ene is een spring in het veld en de andere is een beetje behoudend. De een wil dit, de ander wil dat. En dan hebben ze ook nog een moeder die zoiets heeft van, nou weet je, mijn kinderen zijn uit huis. Ik leef lekker voor mezelf en alles lekker goed. En dat gebeurt in Almelo allemaal? Ja, ik noem wel diverse locaties, maar het speelt zich oorspronkelijk af in Almelo. Ik heb de corridor onder andere, de Koningshoek. Daar wonen wij. De Hofkampstraat doet mee en een paar plekjes die voor de meeste Almelo's heel bekend zullen zijn, zoals de bibliotheek en de Nieuwe Vijver. Precies. Niels doet nog mee. Dus... Niels zit er dus nog in. Oh, wat leuk. Dus zitten ze daar toevallig te lunchen of een hapje of een drankje te doen? Aan het eind zitten ze daar. Ja. Heel bijzonder dat we in Almelo een schrijfster hebben, jongens, die 40 boeken uitgegeven hebben. Dat is toch wel een heel aantal. Want het zijn kinderboeken. Het is een meerdelige misdaadroman, als ik me niet vergis. Ja. De Ommekeer. En Zedelinks. En gewoon voor de mensen die het graag zouden willen. Ik heb natuurlijk een visitekaartje van Kirsten. Eventjes in beeld gehouden. Want ik weet zeker dat er heel veel Almeloers zijn die denken, hé, zo'n goede schrijfster in Almelo die zoveel boeken heeft uitgebracht, ja, dan wil ik er wel een van lezen. En nou ja, zoals ik net al zei, we zijn hier dus eigenlijk vandaag om te praten over het boek Zo Anders. En toen ik hier vandaag kwam bij Kirsten, ja, kregen we eigenlijk toch wel een bepaalde klik met elkaar, waarop we in de groep Almelo wel vaker eigenlijk iets willen gaan vertellen over boeken. Zeer zeker, ja, die klik is er van alle kanten. Het boek Zo Anders. Ja. Waarom ga ik naar de boekenhandel? Waarom ga ik hem bestellen? Omdat je toch graag iets wilt lezen wat je kent. En je herkent gewoon een heleboel dingen. En ik hoop dat je ook heel nieuwsgierig bent waarom de dames zo anders zijn van elkaar. Ja, precies. En dat wordt met allerlei zijweggetjes en omweggetjes wordt dat duidelijk. En toch op een hele andere manier dan wat je halverwege het boek gaat denken. Ja, precies. Heel erg leuk. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om hem mee te nemen naar huis en om hem te gaan lezen. Ja. Het is ook niet dat je ziet zo'n overdreven dikke lel met 700-800 pagina's, wat soms een beetje langdradig wordt. Het is gewoon, zoals je zelf aangaf, makkelijk en lekker weg te lezen boek. Ja, echt voor zomerse dagen, op je balkon, boekje erbij, zonnetje, glaasje water of iets anders. Vooral en voor lekker deze lezen. Eenzame tijd nu in de coronatijd. Ja, zeker. Dan is lezen is een heerlijke hobby en gelukkig werken de bibliotheken heel goed mee en kun je lenen. En je kan ook als e-book kun je hem lenen. Dus ja, heerlijk. Mooi tijdverdrijf. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen wij daar in de groep Almelo en Wassen eens iemand mee blij maken? Ja, uiteraard mag dat. Ja, ik heb een exemplaar beschikbaar. We hebben een exemplaar beschikbaar, dus met andere woorden, die ga je dan ook nog signeren? Ja, natuurlijk, uiteraard. Dus als we dan iemand in de groep Almelo blij zouden kunnen maken met het boek van Kirsten Rosema, Zo Anders. Natuurlijk gesigneerd door de auteur. Ja.
eigenlijk maar één ding. Dat is om ons te helpen met het delen. Dus wil je dit boek graag gratis hebben, ik kom het persoonlijk bij je langsbrengen. Dus dat is ook al misschien wel voor degene die me graag in het echt willen zien, wel leuk. Maar ik ga degene die het boek wint, hem persoonlijk langsbrengen. Er hangt alleen maar één regeltje aan vast. Dat is 1. Laat een leuk berichtje achter onder de video. Anders weten we je natuurlijk niet te vinden. Sommige mensen gaan spontaan delen, maar laten niets achter. Dus dan weten we je niet te vinden. En 2 is dat als je een leuk berichtje achterlaat, je het natuurlijk ook eventjes deelt op je eigen profiel. Ja. Zodat het boek van Kirsten Rozema vandaag gewoon heel Almelo doorgaat. Ja, dat zou super zijn. Ja, dat gaan we gewoon met elkaar gaan we dat doen. Ik bedoel, een Almeloze schrijfster met 40 boeken, dat verdient gewoon aandacht. Ik ben blij dat ik hier vandaag bij je ben geweest. Dat ik hier vandaag een leuk verhaaltje met je heb mogen doen. Er is zoveel inspiratie en zoveel, ja, zo'n goede klik dat we binnenkort in de groep Almelo er was eens terug gaan komen met een bijzondere boeken. Ja, eigenlijk iets over alle boeken die je geschreven hebt. En dan gaan we stap voor stap kijken wat het allemaal is. Want ik zie ook allerlei verschillende soorten boeken. Ja, dat klopt. Ik zie alle monsters verzamelen. Dat is een kinderboek. Het is een kinderboek, maar het is een boek, een verzamelbundel over mensen die ernstig gepest zijn. En die een brief schrijven aan hun pester van, hey, heb je eigenlijk wel eens in de gaten wat je hebt gedaan? Want pesten, dat is natuurlijk so not done. Ja. En we zijn destijds begonnen met het eerste boek, Een Monster om je heen. Ik heb een oproep gedaan op destijds nog Hives. En ik ben overspoeld met brieven, echt overspoeld. Ja. Daar hebben we een heleboel brieven hebben daar uitgehaald. En die zijn in een boek terechtgekomen. Dat is ook een verkoopkanon geworden. Ja. Ligt ook in de bibliotheek, daar wordt hij ook heel veel uitgeleend. En ja, na deel 1 was er nog zoveel over dat deel 2 ook moest komen. En, ik heb gelukkig later een heleboel mensen teruggesproken die hun brief hadden gepubliceerd. En waar het nu heel erg goed mee gaat, ook mede dankzij het boek, dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben gekregen. En zoveel goede reacties van, joh, het is helemaal niet nodig en wij zijn er voor je en samen staan we sterk. Ja, ja. Heel leuk. En wat ik ook heel interessant vond, is dat je, je vertelde me iets over een ervaring die je in je leven hebt gehad. Ja. Ik weet niet, mag ik er iets over vragen? Ja, zeker mag je dat. Ja hoor. Want, geen probleem. Je hebt in je leven, iets meegemaakt wat natuurlijk wat niet iedereen te boven komt. Nee, dat klopt. Hè, sommige mensen zijn daar, komen er heel slecht uit. Ja, ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad. Ik heb 6 jaar geleden op 15 augustus out of the blue 3 herseninfarcten gehad. Eentje tijdens het hond uitlaten. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan nadat ik gehoord had dat ik maar een paar aspirintjes moest slikken. Dat mijn man toch zoiets had van, laten we dat nou eens niet doen. Toen heb ik op het ziekenhuis in de wachtkamer een tweede infarct gehad. En toen ik op de intensive care unit, de spoedeisende hulp zat, heb ik een grote aanval gehad. En verlamd geweest, de spraak kwijt. Eigenlijk heel heftig. Wat er is voor een schrijfster, wat dat betreft. Ja, dat was ook een van de eerste dingen die toen ik weer goed bij was, dat we dat uitgeprobeerd hebben. Van, kan ik nog lezen? Kan ik nog schrijven? Ja. En dat kon. En toen ik weer naar zaal ging, had ik ook zoiets van, daar moet ik iets over gaan schrijven. Want dat is, mensen denken vaak een herseninfarct gebeurt je als je jaar of 70, 80 bent. Maar ik was 46 en ik erg jong. Gewoon gezond en niks aan de hand. Ja. Ik rook niet, ik drink niets, dus waarom? Nou, zoals jullie waarschijnlijk merken, kunnen we urenlang naar Kirsten luisteren. Want het is toch wel veel geschreven, veel meegemaakt. He, een Almeloze, we zijn nu ook in Almelo. Ja. Dus wat leuker om in deze bijzondere coronatijd, waar helaas geen boekenpresentaties meer mogelijk zijn, dan Kirsten toch te helpen met haar boekenverkoop. Want ik heb er een paar bladzijden zo uit geneusd en gekeken. Ik kan niet wachten om hem te gaan lezen. De achterkant is ook gewoon erg interessant. En volgens mij voor deze bijzondere tijd waarin we toch de ondernemers allemaal wel een beetje willen helpen. Want we zien zo vaak op Facebook voorbij komen, koop niks online, ga naar de lokale kruidenier en kaasboer. Nou, laten we dat dan ook met de lokale schrijfsters doen. Laten we gewoon online gaan en het boek van Kirsten Rozema Zo Anders.
vertellen. Of een van die andere tientallen boeken die ze geschreven hebben, want het zijn er zoveel. Echt zeker voor iedereen wel wat tussen. Iemand die een leuke roman wil lezen. Er zijn zelfs meerdere. Want hoeveel delen zijn over deze? Het ene is geloof ik in 4 delen? Ja, dit zijn 4 delen. Er zijn er 2 uit. En ja, er komen er dus nog 2. Spannend. Ja, volgend jaar, januari geloof ik, komt deel 3 uit en die heet Terugkeer. Terugkeer. Ja. En dat gaat dan allemaal, hebben ze een bepaalde, het is gewoon een misdaadroman. Ja. Er staat wel een andere naam onder. Ja, het is Sophie Esther, dat is mijn pseudoniem. Dat is een pseudoniem. Maar iedereen die mij kent, die weet ondertussen dat ik het ben, dus het is ook niet heel geheim. Sophie Esther is de naam van mijn oma. Ja. Mijn oma heette Maria Sophie Esther. En het is een beetje een eerbetoon. Zo van, nou ja, dus, dat vind ik eigenlijk. En gewoon een paar vragen over het Almeloze. Geboren getogen Almelo? Geboren getogen Almelo. Waar geboren aan de? Violierstraat 77, naast de school. Mijn vader was conciërge, meneer Engelman. Waarschijnlijk heel veel mensen zullen hem kennen. Ja. Dus ja, en... We praten dan over het jaartal geboren? 1967. Dus 1967. Wordt 53 dit jaar. Ik beloof jullie, als met goedkeuren van Kirstin, dat we gewoon misschien wel iets van maandelijks terug gaan komen met een leuk boekenuurtje in de groep Almelo en Was Eens. Waar we het niet alleen over de boeken van Kirstin gaan hebben, maar waar we bijvoorbeeld ook eens iets gaan vertellen over een andere Almeloze schrijfster of schrijver. Leuk. Of een andere locatie. Dat we eens een keer. Want ik ben wel eens nieuwsgierig om met iemand die zoveel boeken heeft geschreven door de bieb te lopen. Ja, wat, leuk. Wat zie jij in de bieb? Wat valt jou op en wat valt mij op? Helemaal leuk. Ik doe een beetje mee hoor. Nou, gezellig. Perfect. Ja. Dan gaan we daar. Dan gaan we dat eigenlijk als vervolging plannen. Dus dan houden we het hierbij. Ik wil graag jullie, of in ieder geval één van jullie, ontzettend gelukkig maken met het boek van Kirstin Rosema, Zo Anders. Hij is ondertekend, of in ieder geval gesigneerd door de auteur. En ik kom hem persoonlijk bij je langsbrengen. Laat een leuk berichtje achter. Deel hem op je eigen pagina. Zorg dat we, ja, laten we met elkaar zorgen dat Kirstin van dit prachtige boek misschien wel een bestseller kan maken. Dat zou wel toch, heel fijn zijn. Dat is toch wat fantastisch zou zijn. Jongens, tot de volgende keer, Almelo en Was Eens. Dag! Doei! Thank you.